Zo, de watertempel. De vreselijkste tempel van allemaal. En ja, ik heb echt al totaal niet op watertempels. Dus ga maar eens even kijken wat we hier vanaf brengen met 3 hartjes. De eerste keer dat ik dit ook probeer natuurlijk. Wat in deze tempel de bedoeling is, is dat je op 3 verschillende hoogtes water moet gaan verstellen. En in principe alle sleutels moet halen, alle dungeon items, nou in dit geval is er 1. En zo in principe gewoon alles spelen. Nou, de enige item die we in het water kunnen gebruiken dan is onze hookshot. Dus ver komen we niet. En dit is Princess Ruto. Die hebben jullie volgens mij... Ah, ja, dit is dezelfde Princess Ruto die we in Jabu Jabu's Belly tegenkwamen. En nou is ze dus natuurlijk ook 7 jaar groter en is zij mijn verloofde. Omdat ze natuurlijk zei, ja, met deze steen, zeg maar de Sora Sapphire, dat wij dus, hoe noem je dat, verloofd zijn. Nou, we zijn nog niet getrouwd. Het gaat natuurlijk ook niet gebeuren. Maar het is wel dat we 7 jaar verder zijn en ja, in principe nog steeds wat hebben. Kijk, the woman who is gonna be your wife. Maar goed, nou vraagt ze mij om ja, om de tempel te redden, zeg maar. Of in ieder geval om haar vader te redden. Maar ze weet natuurlijk niet dat haar vader bevrijd is. Want ik heb haar bevrijd. Of ik heb hem bevrijd. Natuurlijk om mijn zwaard te kunnen halen. We gaan er even achterna. Ik weet niet of je er kan zien. Nee, je kan er niet zien. Want je kan niet eens inzoomen. Lekker dan. Maar goed, je hebt dus 3 niveaus aan water. En je moet ze ook elke keer alle 3 verstellen. Dus bij deze gaan we hem even verstellen. Nou, hier heb je dus 3 van die niveaumeters. En de niveaumeters die geeft aan waar je water naartoe gaat. Of nou, niet echt aan waar je water naartoe gaat. Kijk, want zoals deze hier is bovenin. En dan ga je naar boven toch, volgens mij? Ja, die gaan naar boven. Dus ga je gewoon naar beneden. Kijk. Heb ik toevallig mijn stokjes? Oh nee, stokjes kan ik niet gebruiken. Kut, was ook zo. Nou, doe ik het wel even anders. YOLO! Kut, kom ik er niet bij natuurlijk? Nee. Zo. En... Kom op. Dankjewel. Dat kan ik allemaal veel sneller hoor, maar... Of anders. Daar heb ik geen zin in. Oké, kijk. Kom maar. En, oh, fuck, verkeerde knop. Kom maar, kom maar. Hé, doe je bek open. Laat mij erin schijten. Dankjewel. Kijk. Zat ik aan de goede kant? Nee, ik zat niet aan de goede kant. Maar deze moet ik ook even bijpakken nog. En... Onze eerste sleutel. Er zijn echt 30.000 verschillende plekken waar je sleutels kan halen. Dat is echt ongelofelijk. Dan weer nog meer. Zo, kijk, nou zijn we hier beneden. Dus dat houdt in dat wij gewoon best wel veel ruimte hebben. Ik ga trouwens even kijken wat we hier... Je moet alle verdiepingen namelijk gehad hebben. En ik moet zeggen, ik heb dit spel zo vaak uitgespeeld, maar nog verdwaal ik. Dit is echt zo'n... die kan ik hebben. Zo, nee, dit is echt zo'n level. Dat ik, hoe vaak ik het ook speel, nog steeds last van heb. Hey, verkeerde. Verkeerde. Kut, kut. Kom op, draai om. Dankjewel. Nou, ik heb nu ook trouwens een blauw pak aan. En net als de vuurpak in de Fire Temple heb je ook een waterpak voor de Water Temple. En dat houdt in dat je dus nu gewoon onder water kan ademen.
En dat is heel fijn. Dat is echt heel fijn. Kom op, dank je. Zo, gaan we even hierheen. Oké, kom ik daar vanaf hier? Daar kom ik vanaf hier. Heb je nog wat bommen? Een sculptula waar ik niet bij kom. Yeah! Het was in principe niet nodig, maar als we toch alles afgaan, kunnen we beter ook alles meenemen. Zo, gaan we weer over naar de schoenen. Die laarzen, die echt... De menu blijf je heel vaak zien. Daar ben ik al wel blij hoe het zat in... In de Witweken, geloof ik, was dat. Ik weet niet of het in Twilight Princess ook zo was, trouwens. Kan ik me niet echt herinneren. Maar in ieder geval in de Windweken heb je dan zeg maar ook gewoon net als waar je je bommen hebt staan en zo heb je dus ook je schoenen. Je iron boots. En die ga je gewoon... Ja, daarmee kan je dus gewoon naar de bodem. Kijk, nou hebben we die. Die drukken ook gelijk in. Als moeten we dat later weer doen. Zo. Als het goed is, drukt hij straks gewoon alleen tegen een muur aan. Ah, gaat hij doorheen. Dan is dat dus net die andere. Oh, die andere is natuurlijk halverwege. Laat maar. Ja, klopt. Dan gaan we hier omhoog. Dit zou trouwens nog best wel een lange aflevering kunnen worden. Zoals ik al zei, ik haat de watertempel. Watertempel zag helemaal niks voor mij. Oké, kom maar. Kom maar. Komt u maar. Dank u. Oké. Even kijken, wat hebben we hier? Oh ja, deze. Ook zo heel leuk. Gaan we weer over naar de boots. En, kut, haal ik net niet natuurlijk. Kom op. Ik zei, kom op. Oké, hierop staan, kan dat? Ja, dat kan toch? Ik wil zeggen, normaal lukt dat, dus dat zal nu ook moeten lukken. Doe ik het wel even op deze manier dan. Oké. Dat hoekje staan. Dan weet ik niet of dit lukt zo. Normaal zou het moeten lukken. Dus dat doen wij ook even zo. Godver! Ik kom er echt net niet bij, hè? Nee, ik kom er echt net niet bij. Dit moet toch lukken, of niet? Dit lijkt me wel. Zo. Oké. Oh, dan gaan we even boots wisselen. Ik hoop dat ik het vanaf hier zo red. Ja, dat lukt. Maar dan ben ik echt best stom geweest trouwens. Kut. Nou ja, goed maar niet uit. We hebben hier nog een sleutel. Dan gaan we even de bommen gebruiken als tijd...
Zeg maar, zodat ik in ieder geval naar beneden kan al. Kijk, en dan gaan we naar boven. En zo hebben wij dit dus af. Nice. Oké. Gaan we weer terug. Ik zal eens jou even killen. Dat ze die dingen ook niet aan de andere kant hebben, joh. Echt. Dat zou echt een hoop tijd schelen, want dan hoef ik niet steeds in mijn menu te gaan. Zo. Nou had ik geloof ik hier mijn hookshot nodig. Dat had ik goed. Dat is trouwens wel een nadeel aan een emulator hebben trouwens, want ik kan niet 100% goed inzoomen. Hij mist zeg maar elke keer een stukje. Dus ja, dan moet ik wel even rekening mee houden. Zo. Goed. We hebben dit. Kijk, je kan op een makkelijke manier deze killen, maar ook op een moeilijke manier. Maar ja, waarom zou je moeilijk doen als het makkelijk ook kan? Zo. Dan hebben we hier één. Hoop ik dat ik erbij kom. Nee. Kut. Dat ging dus net niet lukken. Dit gaat wel lukken. Zo. Zo hebben we onze waterniveau verhoogd. Dit was trouwens altijd een stukje waar ik vast kwam te zitten als kleinkind. Ik ga eerst even hieronder. Zodat ik hier mijn schoen alvast aan kan doen. Ik wist het. Ik wist dat ik al precies op die rand zou gaan eindigen. Het was niet de bedoeling dat ik daar zou eindigen, maar wel dat ik daar zou komen. Even kijken. Hi. Nou, is er ergens? Ja. Oh, wacht. Doe eens jullie. Nou, kom op. Ja, dat bedoel ik dus. Oh, even een stukje aan de kant. Zo. Kom maar. Elke keer druk ik hem net omhoog. En dat is irritant. Goed. Oh, nou, kan ik wel even pijlen pakken. Voor de rest was hier niks, toch? Of wel? Nee, dat was niks. Maar hier wel. Oké. Okay. Als het goed is. Ja, zie je wel. Hoppa. En onze tweede sleutel. Tenminste, officieel gezien onze derde. Maar we hebben er weer twee. Ik ben blij als ik hier klaar ben. Dit is echt de meest verschrikkelijke ooit. Zo. Omhoog. Even die kant op.
Kijk. Nou, je zou in theorie nog wel een stuk naar boven kunnen voor die Skulltula, maar daar kom ik nog niet bij. Waarom zou ik het moeilijk doen als ik ook gewoon kan springen? Zo. Oké. Dan gaan we even hierin. Dan kun je ook gewoon springen. Dank je. Dat had ik eigenlijk ook net nodig. Dat is echt heel fijn. Zo. En hop. Bommen heb je genoeg, dus ga maar even lui. Ha! Op tijd, bitch. En we hebben als goed zijn kaart. De kompas, ook goed. Dan hebben we hier nog één zitten. Een paar roepies. Wauw. Zou daarvoor moeten doen. Oké. Echt, dat zwaard, jongen, wat hij in zijn handen heeft, ziet er echt fucking gruwelijk uit. Dan gaan we hierheen. Oh, wacht, dit. Nee, daar kunnen we nog niet in. Maar hier kunnen we wel in. Als hij een beetje goed recht springt, tenminste. Zo. Oh, nee, wacht. Oh, kut. Wachten. Nee. Ik was zo'n stadium vergeten. Kom maar. Nice. Oké, wat hebben we hier? Oh ja, kut, dat was dat stuk. Fuck. Even kijken hoor. Kijk, nou, ik ben hem hier al kwijt. Ah, kom op, Link. Spring even een keer recht, wil je? Even kijken. Dan hebben we dat. Dus dit hebben we in principe nu niet nodig. Volgens mij heb ik zelfs nou ook een sleutel gemist. Ja, waarom weer? Kijk, en nou komen we op momenten aan. Nee, ik weet het alweer. Ah, nee, ik weet hem weer. Ik weet hem weer. Maar gezien dit nu de snelste plek was, doe het even zo. Kijk, nou kom je gewoon op momenten aan dat je even niet meer weet waar je heen moet. Maar ik weet het weer. Zo. Gaan we hier omhoog. Yes. Oké. Aan de kant. Bom maar los. Dankjewel. En weer terug. Hoeveel veetjes heb ik trouwens nog? Ach, 2. Niet dat het nu belangrijk is om te weten, maar het is toch altijd wel makkelijk om te weten als je ze denkt nodig te hebben. Even kijken, hebben we deze. Ik weer terug. Zo. Dit is trouwens ook mijn favoriete pak van Link.
Ik vind hem wel beter uitzien als rood of groen. Of ja, rood of groen. Nou, kom maar dan. Als je zo graag dood wil. En dan moeten we hierin. Dank je. Drie keer een scheepsrecht. Oké, kom maar. Kom maar. Kom maar. Holy shit. Aan één hartje heb ik genoeg hoor. Zo, komt er maar. Dankjewel. Weer even niveau omhoog. En zo zitten we weer in principe in beginstand. Oké, gaan we kijken of we hem in één keer neer kunnen maaien. Bijna. Zwaard werkt er niet helemaal mee. Nou, kom op. Kom op. Ja, moet je wel. Oh god, echt serieus. Ja, genoeg tijd aan verspild. Ik ga gewoon naar beneden dan. Ja, ik wil zeggen, niet rollen. Ik ga daar wel even op staan. Komt er maar. Oh. Ik was te hoog. Oké. Dit moet ik even op timing doen. Of nou ja, timing. Ah. Oh. Ik wil zeggen, kut. Nee. Maar. Gelukkig is niks aan de hand. Kom op dan. Dank je. Nice. Oké. Oh, wacht. Zal ik daar even... een paar pijlen op afvuren dan? Oh, ik heb toch in principe geen hartjes nodig. En die hartjes die ik daar tegenkom, nou, die kom ik later ook nog wel tegen. Oh, kut. Kan ik beter zo doen. Besparen van pijlen. Heb ik later misschien nog een keer nodig. Zoals nu. Maar daar kom ik met mijn hookshot niet bij. Zo. Gaan we dan. Hoppa. Echt een yo-yo effect. Ah, geef niet. Okay, kom maar. Haha, dan heb ik hartjes. Oh, wacht maar even. Zo.
Oké, okay, nou gaan we het leuke. Komt het leuke. Ik zal voor de zekerheid deze even bijpakken. Kijk, dan hebben we Dark Link. In principe onszelf. Hij doet in principe hetzelfde wat wij ook doen. Dus die doet ook net zoveel damage. Dus daar gebruik ik dit wel eens voor. Die kan hier niet omheen.